Is het alweer vergeten natuurlijk, of niet? Je vakantie? Ja, dat niet, maar... Ja, grappig. Ja? Rust op mijn eigen afscheid. Ik wil het wel nu doen, want dit is een gelegenheid om toch nog even wat te zeggen. Om te beginnen, de burgemeester en ik mag zeggen, u net in de wethouder. Dank voor jullie komst. Het hoort erbij, maar toch vind ik het wel geweldig weer dat jullie daar tijd voor vrij hebben gemaakt. Ik waardeer dat zeer. Dank jullie wel. En alle andere mensen die gekomen zijn, dat is ook heel bijzonder, vind ik. Mensen natuurlijk die werken, veel spectrum mensen. Andere mensen die ook werken, maar ook hun, ja, in feite hun werk even hebben opgezegd en hier naartoe zijn gekomen. Ik vind dat geweldig. En andere mensen die hun golfafspraak hebben verzet naar vanmiddag om hier vanmorgen bij te kunnen zijn. Ik vind dat dus heel fijn. Uiteraard de familie in het bijzonder, de kinderen, Hendrik, Eugenie, mijn. Ik vind het fantastisch dat iedereen gekomen is, want dit alleen vieren, zal ik maar zeggen, is toch heel wat minder dan met jullie er allemaal bij. Dat voel ik werkelijk in mijn hart. Zo'n onderscheiding begint ergens ooit. Ik zelf ook wel eens ben gevraagd om daar aan mee te werken. En dat is bepaald geen sinecure. Het is een heel gedoe en je begint wel ergens aan. En iemand of iemanden. Iemand heeft dus het initiatief genomen om te bedenken dat ik een onderscheiding verdien. Nou, dat vind ik al heel geweldig, dat iemand dat bedenkt, iemanden dat bedenken. Bekend, maar natuurlijk is dat een gevolg van heel veel inzet, van heel veel mensen, van heel veel vrijwilligers, medewerkers in de organisatie het Spectrum. Want je doet het niet alleen. En het woord bestuurder suggereert een zekere autonomie, autoriteit bijna. Je bestuurt, jij bent degene die het doet. Ik heb daar altijd mijn twijfels over gehad. Als je kijkt wat er in zo'n organisatie gebeurt, wat er overal opborrelt in die organisatie, bij al die honderden, bijna, ik geloof dat er nu bijna 1000 mensen werken, 700 vrijwilligers, die hebben allemaal hun ideeën, die hebben allemaal hun kennis, hun kunde. Die hebben allemaal hun eigen inzicht en creativiteit voor die organisatie. De burgemeester zei het al, iedereen is met die zorg bezig en deze organisatie is Spectrum. Heb jij die allemaal bewaard of ben ze verloren? Wat deed jij dat toch in godsnaam mee, jongen? Je schreef af als ik of andere mensen zaten te zeveren tegenover. Misschien heb ik een kachel wel mee aan gemaakt. En ik dacht bij mijn eigen, ik moet die mensen toch ook nog een potloodje geven wat je niet zo makkelijk kwijt is. En kijk eens even, joh, is er nou een staat een out of the blue op? Is dat gewoon potloodje of niet? Dat kun je niet meer kwijtraken. Hè? Wel opsteuken natuurlijk, maar dan heb je er ook echt plezier van en een beetje warmte. Nou, ook al heeft niemand er iets van verstaan, kan mij te goed, hoor. En jullie bent er allemaal lekker van de straat geweest, hè? Jongen, het waren al het verrekkers gezellig om met jou samen te werken. Jij was een goede en lieve mens. En een fijne, betrouwbare collega. En ik wens jou en de hele familie het allerbeste. Geniet met volle teugen van uw tijd, met liefde, in goede gezondheid. Af en toe een goeie visje, want het leven kan ook een bietje zijn. Veel geluk en houden we, jong. Ik heb het gedaan, hè? Dat had ik niet gedacht. Dank wel.